ik je laat zien hoe je deze hele leuke sneeuwvlokken kunt maken. Je hebt je loom hiervoor niet nodig. En ze zijn echt heel erg makkelijk. En ik laat vandaag deze zien. Dus je moet even kijken welke je mooier vindt. Anders moet je hem gewoon in een andere kleur maken. En ik gebruik vandaag mijn Rainbow Loom haaknaald. En ik gebruik deze elastiekjes. Blauwe met glittertjes erdoor. En gewone witte. Oké, laten we beginnen. Je pakt een haaknaald. En steekt je elastiekje erdoor. En draait hem 3 keer. Zodat je 3 lusjes hebt. Ik heb eind van 3. Nu pak je wit. 1 wit elastiekje en 1 blauw. En dan schuif je die capband op die elastiekjes. Zo. En nu zet je hem hier op. Nu pak je een pen of potlood en schuif hier die elastiekjes op. Maar je kunt hem ook gewoon op je haaknaald laten zitten. Dat doe ik. En ik schuif ze helemaal door tot achter. En dan doe je hetzelfde weer, maar dan opnieuw. Dus ik heb een van 3. 1 wit, 1 blauw elastiekje. De capband van 3 op die elastiekjes schuiven. Alleen als die los schiet, dan doe je maar even opnieuw. Dus een capband van 3. Elastiekjes erop schuiven. Hier opzetten. En doorschuiven of op een pen of potlood zetten. En dit doe je 6 keer. Ik laat hem nog 1 keer zien. Ik heb een van 3. En de elastiekjes erop schuiven. Deze kant erop zetten. En doorschuiven. Zo. En nu moeten jullie aan nog 3 zelf gaan doen. En nu ga ik er 3 ook maken. En nu zet ik hem even stop. En dan kunnen jullie er 3 maken en ik ook. Tot zo. Zo, ik heb er nu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En nu pak je 1 elastiekje. Ik pak nu blauw. Zet je erop, houd spanning erop. En schuif nu alle 6 de lusjes erop. Let op dat hij niet eraf gaat. Zo. En nu heb je eentje op je vinger en eentje op je haak. Die van je vinger zet je op je haak. En nu haal je die achterste over de voorste. Zo. En nu trek je hem aan. Nu heb je daar een lusje. En nu kun je hem gewoon loshalen. Loslaten en dan een beetje in vorm brengen. En dan heb je je sneeuwvlok. Beetje goed draaien. Zo. En dit is dan een superleuke sneeuwvlok.